Mijn naam is Jean van Gasteren en ik woon al 37 jaar in de Frankenstraat. Ik ga regelmatig de straat op en als er iets gebeurt, dan pak ik mijn filmcamera en begin dat te filmen. Veel plezier met de beelden uit het Witte Vouwenveld. Er is weer een winkel geopend en we gaan kijken wat er binnen is. En we zien Monique, dat is de verkoopster in de winkel. En gaan we vragen wat dat allemaal betekent. Ja, dat is inderdaad een bank, maar veel mensen willen het ook gebruiken als side table. En dan kun je dit kun je bloemstukken bijvoorbeeld opzetten en dan in een hal neerzetten of zo. Dit is gemaakt van jatihout, dus een soort Indonesisch teakhout. En ze gebruiken voornamelijk de wortel, het wortelgedeelte van de boom, zodat daar ook die grillige vormen in te zien zijn. Het zijn ook weer vazen uit Indonesië, van Java zijn ze, en, zoals alle andere producten trouwens ook. En die worden ook weer bij een klein bedrijfje gemaakt. De moeder of de grootmoeder die draait die op een schijf, die zit dus de hele dag van die vazen te draaien. En de zoons die vlechten dan het rietwerk eromheen. Dus ja, het zijn eigenlijk proviantpoten geweest vroeger, maar tegenwoordig worden ze meer voor de sier gebruikt. Dit zijn producten ook weer uit Indonesië. Ze zijn gemaakt van roggeleer, van de pijlstaartrog. En het wordt ook wel stingray genoemd. Veel mensen denken dat het illegaal is om dat in te voeren, maar dat is absoluut niet zo, want het is een afvalproduct. Dus het wordt daar eigenlijk weggegooid, die huiden. Want de vissers die gooien die gewoon overboord. Maar, en de vis wordt dan gegeten. Maar sinds kort zijn ze begonnen met die producten, dus, of die huiden te gebruiken voor de producten. Dit was Sjaal uit het Witte Vouwenveld en tot de volgende keer. Samenhorigheid, het samen alles willen doen. En je had hier in de buurt 13 cafés waar gretig gebruik van gemaakt werd. En doordat we dus een buurt hadden, een kerkdorp, waar iedereen zich kende en waar iedereen ook met alles samen bezig was. Niet dat er nooit geen strubbelingen waren, want die waren er zoals overal altijd. Maar doordat je dan een eenheid hebt, dat was eigenlijk de leukste tijd die wij hier in Limmel hebben gehad. Hetgeen waar we dus toch op een bepaalde manier aan terug moeten gaan zien te komen, willen we dit dorp, ons dorp, weer terug op de kaart krijgen. Op een gegeven moment hadden we 52 verenigingen in Limmel. En dan spreek je toen al tijd over een 2000 tot 2200 mensen. Nou, dat is best, dat mag je best veel noemen. En bijna iedereen deed mee aan activiteiten of die zat wel ergens in een vereniging, CQ, in een bestuur. Dat was het fijne aan Limmel. We worden volledig ingesloten. Van alle kanten. De ene kant hebben we dus de Beatrixhaven, we hebben andere kant Trega, wat failliet is. We hebben van de andere kant hebben we de brandweer en de Mozer. En aan die kant hebben we de A2. Dus wat dat betreft, je zit helemaal complex binnen industrie en grote autowegen. Dus we raken ingesloten op alle punten.
ingesloten raken in dusdanig is, zou niet erg kunnen zijn wanneer je dus alle voorzieningen zou hebben die je hebt. Alleen die ontbreken hier dus ook. We zijn met twee winkeltjes, een groenteboer en een bakker en een sigarenboer en een paar kapsalons. Wanneer wij met ons ouderwetse gedrag van Limmel is apart, Nazareth is apart, een beetje zouden wijken met dit idee. En we zouden van die twee wijken als wijk 22 kunnen zien. Eén stokje breek je heel makkelijk door tweeën. Wanneer er twee stokjes op elkaar gelegd worden, wordt het al een stuk moeilijker. Wanneer wij de wijken enigszins organisatorisch bij elkaar zouden kunnen krijgen, daar ook weer jeugdwerk in zouden kunnen zetten, waardoor de jeugd ook weer hier gebonden wordt. Waardoor het winkelaanbod, schoolaanbod niet zo moeilijk is als dat het nu is. Dan denk ik dat we weer op een hele goede weg zouden uit kunnen komen. Alles zit eigenlijk in een cirkel bij elkaar. Wat is belangrijk? Het is belangrijk dat er een school is, want mensen die gaan kijken van god, waar wil ik wonen? En die hebben kinderen en zeggen van god, kan ik mijn kinderkoor bij? Of moet ik daar heel ver weg voor gaan om ze naar school te laten gaan? Nee, dus een school is belangrijk. De kerk is voor bepaalde mensen, alhoewel dat loopt ook terug, maar ook toch best nog belangrijk. Winkelaanbod is belangrijk. Zijn er verenigingen? Kan ik mijn kinderen ergens bij doen? Een sportvereniging, een volleybalvereniging, een voetbalvereniging. Eigenlijk alles hangt met elkaar samen. En op een gegeven moment, als je daar een paar factoren uit gaat nemen, ja, dan zie je dat het begint te verloederen. En waar precies, waar leg je nou precies de vinger op? Dat is jaren geleden. Nogmaals, is dat gebeurd. Dat zie je heel langzaam zo gebeuren. Ja, je ziet het aan je voorbij gaan. Je trekt eens aan de bel bij de gemeente. Ja, maar zo erg is het nog niet en we zien wel. Ja, totdat het dus eigenlijk wel zo ver is en is het al te ver gekomen. Ja, en nu wil men met de grootste plannen proberen weer het oude Limmel terug te krijgen. Maar dat lukt niet meer. Ik zie Limmel als een eenheid en het liefst wat ik dus wil is op een gegeven moment die eenheid van de jaren 60, 70 terugkrijgen. Waar we vaker ook ruzie met elkaar gehad hebben, dan sloeg je elkaar op zijn bek en dan ging je de volgende keer weer samen naar school. Twee dagen na stond je een glas bier te drinken. Of je stond een glas bier te drinken. Ja, en dit soort dingen die kunnen bijna niet meer. Omdat wanneer er nu de een of de ander met ruzie heeft, dan wordt al vaak in een wapen gedacht. Luister, het communiceren onder elkaar is zo belangrijk. Merk ik in de winkel, merk ik op straat. En ik ben er ook van overtuigd dat wanneer we op een gegeven moment iets van die organisatorische talenten die we hier in Limmel hebben zitten, als we die zouden kunnen ondersteunen, dat we vaker mensen op straat kregen en dat we met bepaalde activiteiten die men van plan is, dat we daar best veel mensen mee op straat zouden kunnen krijgen, waardoor de samenhorigheid weer meer wordt.